Ik ben Naomi Dendels en vandaag neem ik jullie een dagje mee naar mijn school. Ik zit namelijk op Torbeck Voortgezet Onderwijs, locatie Prinsenlaan. En naast mijn HAVO kan ik daar ook een topsport beoefenen. En in mijn geval is dat de kunst voor een dans/performing arts. Heel veel kinderen bij mij op school doen een naast de HAVO een topsport. En vandaag gaan we dus een kijkje nemen en ga ik laten zien hoe dat allemaal werkt. Zoals ik al eerder vertelde, zijn er meerdere leerlingen die naast hun school een topsport beoefenen. Ik zou jullie aan een paar willen voorstellen. Nou, ik ben Chantal Zuijveld. Ik doe Paralympisch wedstrijd zwemmen. Ik heb eerst op een reguliere school gezeten in Zwijndrecht. Alleen omdat ik het daar niet genoeg vrij kon krijgen voor mijn sport, ben ik nu naar deze school toe gegaan. Yes. En dit is nu mijn vierde jaar hier op school. En ik ga 3 of 4 dagen per week ga ik naar school. En de rest train ik eigenlijk alleen maar. Ik ben Fleur Maas. En welke sport doe je? Squash. Het is niet zo'n hele bekende sport in Nederland. En het is ook geen Olympische sport. En dat is eigenlijk wat we wel hopen, dat het ooit wordt een Olympische sport. Ja, Torbeck plant school een beetje om de trainingen heen. Dus dat, daardoor wordt het wel makkelijk. En voor de wedstrijden krijgen we gewoon vrij. Rondtoernooi in Duitsland en België. En Nederlands kampioenschappen, zoals dit jaar de onder 15 en 17. En voor de nominatie vanavond op de SS Rotterdam voor de Sport Award, Sporttalent van het jaar Rotterdam Rijnmond. Oké, ik zal het maar gewoon bekendmaken. Het Sporttalent 2016. Fleur Maas. Fleur Maas. Je bent 14 jaar. Je bent lid van Victoria in Kralingen. Je zit op de Torbeck topsportopleiding. En wat heb je allemaal al gewonnen? De NK's en sommige toernooien in het buitenland. De NK's, dat gaat me te snel. Leg uit. Afgelopen jaar de onder 15 en onder 17 en daarvoor ook. En ja, en de NSB. Dus jij bent 14 jaar en je bent al Nederlands kampioen onder 17? Ja. Nou, dames en heren, dan ben je echt een groot talent. Ik ben Frans Rijken. Ik zit op turnen. In 2015 mocht ik mijn eerste senioren wereldkampioenschap doen. Dat ging heel goed, met het team werden we 12e volgens mij. Toen mochten we in april naar het test-event, ook in Rio de Janeiro. Daar hebben we ons kunnen plaatsen voor de Spelen, voor het eerst in de geschiedenis. En uiteindelijk hoorde ik bij die beste 5 jongens, toen mocht ik naar de Olympische Spelen. En ik werd daar 33ste. Ik heet Rutger, ik doe voetbal en ik speel bij Fijn. Dit wordt mijn tweede jaar bij Fijn. Doordat ik in de ochtend train, heb ik in de middag school. En daardoor ben ik in de avond vrij, dan hoef ik niet nog eens naar een training of zo. Nou, ik heb jullie nu een aantal topsporters laten zien. Maar als je gewoon voor de lol sport, dus gewoon voor de lol volleybal, handbal, voetbal, dan kan je hier ook terecht bij de high school. Dus hoef je niet per se een topsport te doen en ook gewoon als hobby. Nou, ik heb begrepen dat jullie de komende periode een paar keer weg zijn. Ja, Maar wat ga jij doen, Fleur? Op toernooi Frankrijk. Ah, jij gaat vrij? Ik moet op toernooi naar Ierland volgende. Oeh,
ik heb audities bij verschillende scholen. Oh, oké. Dus jullie zijn er wel even een paar dagen tussenuit. Maar dan gaan we natuurlijk wel even een huiswerklijst invullen. Jullie zijn een aantal dagen weg. Dan zoek je natuurlijk even op som op wat je huiswerk is. Dat vul je in de lijst. Je kijkt natuurlijk even of je toetsen hebt. En als je toetsen hebt, even van tevoren een afspraak maken met de docenten. Om me in te halen. Je moet maar even in je rooster kijken wat het beste uitkomt. Je kunt het ervoor inhalen, maar je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om het erna in te halen. Maar moet maar even kijken hoeveel toetsen je überhaupt hebt staan. En dan nog even langs de docenten of de rest van het huiswerk klopt, zodat je precies weet wat je hebt gemist. Ja? Dus daar kunnen jullie som voor gebruiken. Ja. Op het doorwerken voortgezet onderwijs kan je dans en school heel goed combineren. Het maakt niet uit of je op het VWO, HAVO, MAVO, VMBO zit, het kan altijd. Door de jarenlange ervaring met de combinatie van onderwijs en topsport, weet de school wat de topdansers en topsporters nodig hebben en kunnen we ze goed begeleiden. Soms heb ik 's morgens mijn zang- en danslessen, maar vandaag heb ik het dus in de middag. En ik neem jullie nu mee naar de training en dat is op de derde verdieping bij onze kleedkamers en in de studio's. En zoals je ziet zijn we hier ook al aan het oefenen. En dan gaan we zo meteen beginnen met dansen. Wil ik jullie voorstellen aan een aantal oud-leerlingen die afgestudeerd zijn in combinatie met dans. Ik ben Melissa. Ik heb hier vorig jaar eindexamen HAVO gedaan op Torbekke en doe nu HBO-opleiding in Amsterdam aan Lucia Martels en daar doe ik nu dans uitvoerend. Ik ben Justin, ik ben 16 jaar. Ik heb hier op school gezeten van 2005 tot 2016 en ik heb mijn examen gehaald en nu doe ik het MBO. Lucia Martens, Institute for Performing Arts. Ik ben Shane, ik ben 17 jaar. Ik ben in het schooljaar van 2015-2016 afgestudeerd voor mijn VMBO aan het Torbekke. In combinatie gedaan met Lucia Martens, dus ik train hier ook. En met combinatie met school. Naast alle trainingen hebben we ook verschillende voorstellingen, optredens en stages. Zelf heb ik ook een aantal stages mogen doen, zoals Kinderen voor Kinderen. Nu kunnen jullie naar een paar beelden kijken van onze voorstellingen. Ik zal jullie een aantal sporters laten zien die een diploma hebben behaald bij mij op school. Nou, ik ben nu klaar met school. En ik ga nu weer naar huis. Even mijn spullen pakken en thuis even uitrusten. Een beetje ontspannen en daarna weer mijn huiswerk maken. En dan is het morgen weer een dag.